zichzelf aangegaan. Na twee compleet verloren seizoenen, waarin ze helemaal kapot gingen aan overtraind zijn, zoekt ze weer gevoel. Ze heeft nog niets vast in handen, maar wil volgende week in Heerenveen proberen de eerste grote stap te zetten. Nog één keer kijkt ze terug op die twee verloren jaren. We hebben inderdaad als ploeg, gewoon, als collectief, gewoon niet goed gepresteerd. En, We hebben hard getraind. Te hard getraind. Het is alleen, ja, weet je, het moet niet eens te hard zijn. Het moet gewoon ook kloppen allemaal, de verhoudingen. En het klopt er dus niet. Er klopt iets niet, inderdaad. Het is alleen, wat wil ik nog zeggen? Maar je probeert niemand te beschuldigen. Wat ik weer heel netjes van je vind. Ja, maar het is ook niet, kijk, het is, je bent, je zit er op dat moment in. En het moet je voorstellen, als ploeg zijn, dan word je ook, er komt steeds meer druk op een ploeg. Personen die zich terugtrekken omdat ze niet goed presteren. Dus het wordt gewoon, het wordt ook chaos in zo'n ploeg, denk ik. En er komt een hoop stress op. En jij was onderdeel van die chaos? Ik was onderdeel van die chaos. En ik moet zeggen, met een hoop stress in een ploeg, nou, dan gaat het niet beter van. En dan komen er bij meer mensen ook minder goede eigenschappen, denk ik. Goede eigenschappen die komen op wat me achter. Dat is jammer. Maar gelukkig is er wel van geleerd. Jij hebt ervan geleerd? Ik heb ervan geleerd, ja. Ben je weer vrij? Ik ben alweer vrij, ja. Je kop is goed? Mijn kop is goed, ja, zeker. Ik geniet wel op het ijs en ik voel me gewoon goed en dus dat is prima, ja. En nu nog even hard rijden? Nu nog even hard rijden, ja. Maar wanneer, dat zullen we zien. De kop mag dan vrij zijn, maar Paulien van Deutekom moet ook weer eens hard gaan schaatsen. Hoe een wereldkampioen overtreden raakte en hoe moeilijk de weg terug is. Wie was ook weer wereldkampioen in 2008, Ja, pardon.